Yes, iets nieuws van mij, een vlog. Ik moet er ook even aan wennen. Christine hier, dus mijn vriendin, als je het nog niet wist. Zij komt uit Frankrijk, ontmoet op Bali. Maar laten we de vlog even leuk beginnen, want dit is onze laatste dag in Albufeira. We gaan nu karten. En ik heb tegen haar gezegd, we gaan niet stoppen met karten voordat ik de nummer 1 positie op het leaderboard behaal van deze maand. We zijn afgelopen week daar ook al geweest en toen hebben we het even geprobeerd, 20 minuten lang. Toen kwam ik net op de 11e plek ongeveer, dus ik stond net niet op de leaderboard. Maar ik geloof erin, als jij een hoog doel stelt en je blijft er maar voor gaan, dat het mogelijk is. Dus we gaan deze theorie nu in praktijk stellen. We gaan kijken of het ook echt lukt. Dus wish me good luck en we zien je daar. We zijn hier aangekomen. Dit is de haven van Albufeira. Ik weet niet wie hier de schilder van is geweest, maar volgens mij was die kleurenblind. Het ziet er toch niet uit. Maar are you ready for the karting? Yes. What did you did you like it last time? Yeah, it was nice. It was pretty heavy, right? I was sweating. I was very slow. I know. Okay, let's go. Let's go. Oké, wat je moet doen is, ik had net de score van 2.8000. Kijken of zij dit kan verbeteren. Dat is echt super, super moeilijk. Je moet hier dus de bal loslaten. Druk een push. And you need to steer. And you need to roll the ball till the end. No, maybe I cannot. You can do it. Go. Okay, that's it. 900. Okay. You don't have a... Okay, dit is de leaderboard, we hebben net gekart. Ik moest tijd 24.8 even slaan. Ja hoor, 24.5. Oeh, you liked it? You did good, 34 seconds. You were much quicker than last time. Oké, we zijn aangekomen op het treinstation van Albufeira. Best wel verlaten treinstationtje. En we gaan zo met de trein 4 uur reizen naar Lissabon. Om daar vervolgens in een hotel te zitten. Morgen gaan we daar shoppen. Wat kleren kopen voor Tulum. Want het is daar best wel warm en ik heb alleen maar truien mee en oude kleren. Dus er moeten wat nieuwe kleren worden gekocht. En dan gaan wij morgen dus eerst de trein of de vliegtuig pakken naar Madrid, Spanje. En daar moeten we 1 uurtje maar wachten en vliegen we vervolgens business class naar Mexico City. En daar pakken we weer een vliegtuig en vliegen we naar Cancun toe. Daar moeten we weer een auto pakken. Al met al zijn we ongeveer 2 dagen aan het reizen. Ik heb al niet kunnen slapen vannacht, dus ik zou over 2 dagen echt helemaal gesloopt zijn. Maar we gaan het meemaken. Ik weet trouwens ook niet of ik dit soort dingen in de vlog moet vertellen. Het is voor mij de eerste keer dat ik aan het vloggen ben. En dit is ook de eerste vlog die online komt op YouTube. Zo, mijn haar ook. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Of het nog persoonlijker moet. Ik vind het wel leuk om een beetje in-depth mijn leven te vertellen. Wat ik aan het doen ben. Hoe het allemaal in zijn gangetje gaat. Dus here we go. Oké, goedemorgen iedereen. Ik ben net wakker geworden in het mooie Lissabon in Portugal. We zijn gisteren 4 uur lang met de trein vanaf Albufeira naar Portugal gereden. En ik had om 6 uur een groepscoaching en ik kwam om 6 uur precies aan met de trein. Dus het was echt super hard racen met de Uber naar de hotel toe. Maar we hebben het echt binnen 15 minuten gehaald. Een leuke groepscoaching gehad over het Zero to Bol Hero traject. Echt hele vette studenten waarbij we ze helpen verkopen op bol.com zonder eigen voorraad. Echt super leuk om te doen. We zitten nu in een klein hotelletje midden in het centrum. Dit is mijn werkplek. Lekker al een uurtje gewerkt. En ik zal even naar buiten gaan, want dit is echt super, super vet. Yes, kijk. Het is
ons balkonnetje. Ik weet niet of je het kan zien, maar daar is het water. Yes, ik ga nu even 2 uurtjes werken achter mijn laptop. En niet heel lang, omdat we daarna nog even gaan shoppen hier in Lissabon. Maar ik zal even laten zien, dit is Slack. Dat is een tool waarin je heel gemakkelijk een groepschat kan maken. En je kunt allemaal onderwerpen aanmaken. Dit is de chat van Tja. We hebben 1-op-1 coaching. En dit is onze eigen chat, de Zero to Ball Hero. Je ziet hier resultaten, Tommy, Levi, vragen en nog allemaal andere mensen. Super vet, connect groep. Dus dat is echt leuk. Let's go. Ja, dit is echt het vlog levensstijl. Mijn vrouwtje hier, die moet overal een foto van maken. Overal alles filmen. Blijkbaar is dat heel normaal als je aan het vloggen bent. Dus ik ga het nou ook eens proberen. Toch? Oké, het is hier 30 graden zo'n beetje in de zon. Ik loop hier met een lange trui aan. Zwart, lange broek ook. Dus we gaan even wat kleertjes halen voor het zomerse weer in Tulum. Maar ik moet zeggen, Lissabon is wel prachtig hoor. Je hebt hier allemaal oude standbeelden en superleuke stad is het. Dus let's go. Ondertussen een nieuw t-shirt gekocht omdat het zwarte trui toch wel iets te warm was. Maar check even deze view hier in Lissabon. Het is echt super mooi. Blijkbaar is het iets Portugees. Het is codfish. Wat is codfish in Dutch? How you don't know. With cheese en een portwijn. Je moet natuurlijk wel echt de port drinken als je naar Portugal bent. Dus, Zal dit een 7,5 out of 10 geven? Ik heb net even een lekker potje gehad. We hebben wel aardig aangeschoten nu, maar check. Yes, check hoe klein zo'n deurtje is. Knock on it. Do it. Run! Ik weet niet wat het trouwens is, we werden net afgezet met de Uber. Maar ik heb het gevoel dat Portugese mensen echt super stressvol zijn. Deze man ook de hele tijd vloeken, de hele tijd stressen, de hele tijd toeteren. En het viel me op dat al veel meer mensen op straat constant boos waren, constant aan het schelden waren. Het deed me een beetje denken aan de mensen in Italië. Die zijn ook altijd zo, hoe noem je dat, van hoog temperament. We zijn nu eindelijk op het vliegveld, we moeten haasten. Let's go. Oké, we zijn net geland in Madrid. Een uurtje vliegen maar, super snel dus. Maar vlak voordat wij instapten in het vliegtuig, tenminste ik was aan het eten. En in één keer viel er een man plat op de grond. Hij zat helemaal te shaken en ik dacht echt van holy shit, die gaat dood. Allemaal mensen erbij, ze staken een lepel in zijn keel. En op een gegeven moment bewoog de man niet meer en ik dacht van oh, het duurde ook echt super lang voordat daar hulp bij was. Dat viel me echt op. Het duurde echt wel 20 minuten voordat er iemand, zoals een dokter, erbij kwam. En niemand nam echt actie of zo. Dat vond ik best wel bizar. Die man lag gewoon dood te gaan. Maar het is allemaal goed gekomen. Altijd positief blijven en dan komt het allemaal goed. We zijn nu aan het haasten voor een volgende vlucht. We hebben maar 50 minuten om over te stappen en dat is echt weinig. We zitten nu in de metro naar blijkbaar een ander gedeelte van de terminal.
Dus hopelijk halen we de vlucht naar Mexico City. Even een updateje. We willen net de vlucht naar Cancún pakken. Blijkt dat die al gesloten is, dus we moeten de volgende vlucht pakken. Hopelijk hebben ze daar plekken beschikbaar. Maar er is iets misgegaan met de planning, waardoor ze geen plekken meer voor ons hadden. Maar goed, altijd positief blijven en we komen er wel. Oké, dan maar even een lekker ontbijtje halen. Heerlijk Mexicaans, iets van biefstuk, enchiladas. Zo erg is het niet om een uurtje te wachten. Oké, het is Mexico niet, dus jij gewoon hier gratis drank kan proberen. Volgens mij kun je dan gewoon een shotje pakken. Onbeperkt gratis shot, echt super chill. Oké, nou veel zweten, veel reizen, veel slapen, veel wachten. Pakken we nu eindelijk onze laatste flight naar Cancún. En vanaf daar pakken wij een taxietje. Maar ik stink echt een uur in de wind. Ik wil niet eens weten wat die mensen achter mij ruiken. We komen dus een vlucht later aan en gelukkig staan daar onze koffers al. Hey. Yes, we zijn aangekomen. Ik zie eruit als een holbewoner. Maar kijk hoe gezellig het hier is. Gelijk als cerveza's, bier. En het is echt super, super lekker warm. Volgens mij 31 graden. Dus we gaan nu naar onze taxi toe, dan nog 2 uur rijden. En dan zijn we eindelijk aangekomen bij ons hotel. Yes, goedemorgen. Het is hier 6 uur 's ochtends. We zijn dus al een dag verder. We zijn gisteren aangekomen in Tulum. Super lekker weer. We hebben even wat boodschappen gedaan. Voor de rest niet zo heel veel bijzonders gedaan. Vandaar dat ik ook niks heb gefilmd. Het is nu 6 uur 's ochtends omdat ik een aantal meetings heb. Het is natuurlijk 7 uur later in Nederland. Dus het is daar al in de middag. Dus die meetings zijn belangrijk. Dus ik ga daar nu mee aan de slag. Oké, ik heb even omgekleed omdat het tijd is om een podcast op te nemen. We gaan het doen met Vincent, onze allereerste podcast. We hebben de afgelopen week al een eerste podcast opgenomen, maar deze was een beetje om te oefenen, om alles goed af te stemmen en ook om dit als opdracht aan onze editor te geven. We hebben namelijk een video-editor die gaat deze vlogs editen, die gaan de podcast editen en nog veel meer. Dus ik laat je even zien hoe onze setup eruit ziet. Check trouwens even deze jungle, het is toch heerlijk. Het is nu 8:30 's ochtends en gewoon al 30 graden in de ochtend. Super chill, ik ben al sinds 5 uur vanochtend wakker, omdat ons team natuurlijk in Nederland zit. En daar is het 7 uur eerder, dus die hebben bij mijn hulp natuurlijk in de ochtend nodig. Vandaar dat ik lekker vroeg opstond. Ik weet niet of je het hier kan zien. Dit is de camera, gewoon een Sony camera. Statiefje erbij, laptop, micje erbij. En dit wordt de achtergrond. Ik zal jullie ook even laten zien hoe het park hier eruit ziet. Super chill huis, grote keuken erbij, 2 slaapkamers. Een vriendin van Justine die komt morgen of overmorgen langs. En zij zullen ook veel content gaan schieten en gaan reizen terwijl ik aan het werk ben. Maar check even dit eettafeltje. Zwembadje. Dus laten we gaan opnemen. Oké, we zijn nu even een stukje aan het fietsen naar het strand toe. Ongeveer 20 minuutjes fietsen. Wat me opvalt is dat er overal een soort van politie staan. Best wel eng eigenlijk, want ze staan met allemaal wapens op de weg. Aan de ene kant ook wel indrukwekkend. Want dit zie je in Nederland nooit, weet je wel. Dus het is ook een best wel cultuurshock om hier te zijn. Veel politie, veel wapens en dat soort dingen. Vlak voordat ik naar Tulum ging, kwam er in het nieuws dat er een toerist was gedood. Toen ging ik eens even opzoeken hoe groot de kans is dat jij in Tulum wordt vermoord. En die kans is 10 keer zo klein dan dat jij naar de Bahama's gaat. En 5 keer zo klein dan dat jij in Texas in Amerika bent. En ze zeiden dat Amerika ook een stuk onveiliger is dan Tulum. Dus voor de mensen die bang zijn om hierheen te komen, wees niet bang. Het is super veilig. Dus ik zie jullie hier. Oké, dit is de rotonde. In Tulum, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is ook een politie checkpoint. Ik weet niet of ik kan filmen, of ik problemen krijg. Ik zie ook echt super veel militairen overal. Maar hier, alle borden voor alle clubs en zo zijn deze kant op en deze kant gaan wij ook op.